Het natuurhuis is springlevend terug, als uit de as herrezen. Eerst wordt het Hagenpark aangepakt en dan wordt een bescheidener paviljoen gerealiseerd. Begin februari gaat de schop in de grond voor het Doepark. Tijdens een bijeenkomst in het overvolle tijdelijke natuurhuis aan de Delderse straat werden donderdagavond de plannen gepresenteerd. Voorzitter Helene Eshuis blaakt van enthousiasme. Wij zijn hier vanavond bijeen met Stichting Het Natuurhuis en wij hebben vanavond onze plannen gepresenteerd voor de nieuwe natuurspeelplek die we gaan realiseren in het Doepark De Hagen in Almelo. Er zit weer leven in het natuurhuis. Jazeker, en heel veel leven. We gaan 1 februari beginnen met de realisatie van het natuurspeelpark. En aansluitend gaan we verder met de buurtmoestuin. Nou, het Doepark is een groot park. Hè. Het bestaat nu al, De Hagen. Het is ongeveer 2 hectare groot. En we willen het een make-over geven. Dus we willen zorgen voor meer biodiversiteit. We willen ook zorgen dat veel mensen het park kunnen gaan vinden. Dus dat ouders komen met hun kinderen, dat de kinderen lekker kunnen spelen. Dat ouders een lekker kopje koffie kunnen drinken of opa en oma. We willen een prachtig paviljoen gaan neerzetten. Dus het moet echt een bruisende plek worden voor Almelo. Buurtmoestuin. Nou, een buurtmoestuin is echt een plek waar je samenkomt met de buurt. Dus ik hoop heel erg dat directe buurtbewoners daar samen willen gaan tuinieren. En het is gewoon heel mooi, ook samen met kinderen, dat scholen ook samen met hun groepen daar komen tuinieren. En dat we gewoon samen groenten kunnen kweken. En het is heel mooi om het proces te zien van zaaien, verzorgen, oogsten en proeven. En dan, ja, toch dat paviljoen. Hè? Dat is niet het paviljoen wat als eerste gepresenteerd werd. Het ziet er anders uit. Ja, het ziet er zeker anders uit. We hebben nu gekozen voor een echt transparant paviljoen. Veel licht en ook een heel modern paviljoen met veel duurzaamheidsaspecten, dus een grasdak. We willen ook zorgen dat het energie plus is. En echt een plek waar je thuis voelt, waar je koffie kan komen drinken, maar ook waar je gewoon informatie kan halen over een duurzaam leven en waar je mensen kan ontmoeten. Ja, is het groot genoeg voor die 6 verenigingen? Het is zeker groot genoeg, maar we moeten wel met z'n allen eerst even flink opruimen.